NV Grasalco heeft afgelopen woensdag haar nieuwe website gelanceerd. Met deze stap wil het staatsmijnbouwbedrijf de bezoeker niet alleen een beter beeld geven van haar operaties en activiteiten. Door haar financiële cijfers te publiceren, wil ze meer inhoud geven aan haar kernwaarde transparantie. De 3.0-versie bestaat uit een aantal subwebsites en voldoet aan de minimale internationale standaarden die gehanteerd worden door mijnbouwbedrijven. President-directeur Sergio Akimboto zegt dat de nieuwe website, in tegenstelling tot de vorige, in één oogopslag aangeeft hoe de organisatie is gestructureerd en welke activiteiten het allemaal uitvoert. Hij benadrukt dat als staatsbedrijf het van belang is dat niet alleen de gemeenschap, maar zeker ook partners en anderen via de website de financiële performance van de organisatie moeten kunnen volgen. Om inhoud te geven aan onze kernwaarde transparantie, zullen we onze jaarverslagen ook op de website publiceren, zodra die zijn vastgesteld op de algemene vergadering van aandeelhouders. Voor nu zijn de kerncijfers geplaatst van 2012 tot en met 2016, hield hij het personeel voor tijdens een korte toespraak voor de aftrap.